Zo John, vandaag toch een derby tegen Imdijk. Wat vond je ervan? Een goede oefenwedstrijd in de voorbereiding. En overwinning, want volgens mij gaat het spelletje om winnen. Positief is dat we één kansje weggegeven hebben in de eerste helft. En daarna eigenlijk geen schot op goal gehad hebben. Dus ja, organisatorisch verdedigend stond het aardig. Ik heb wel net ook met die groep besproken dat we vinden dat we nog te weinig kansen creëren met elkaar. En aan de andere kant, we zijn 2 weken bezig. En elke wedstrijd moeten we fitter worden, moeten we scherper worden. En daar zijn we mee bezig. Dat kansen creëren voorin, wat zijn de mogelijkheden nog verder? Hoe bedoel je? Nou goed, nu creëren we weinig kansen. Hoe zie je dat anders worden? Ja, weet je, kijk, op het moment dat je zometeen verder of aan het einde van de voorbereiding bent, dan ben je conditioneel allemaal sterk. Hè. Je bent fysiek sterk. Hè. Men is op elkaar ingespeeld. Men is aan elkaar gewend. En dan gaan we vanzelf meer kansen creëren. Want dat we kunnen voetballen, dat laten we bij vlagen zien. En, daar maak ik me niet zo druk om. We zijn nu inderdaad een aantal weken onderweg. Wat valt je het meest op in positieve zin? De gedrevenheid van de groep. We zitten nu in trainingskamp. En we hebben gisteren 2,5 uur gesproken over de formatie. Over de tactiek, hoe we willen gaan spelen bij balbezit. Maar ook bij balbezit van de tegenstander. En daar hebben we echt 2,5 uur over gesproken. En, het zijn allemaal frisse gasten die met één ding bezig zijn en zo goed mogelijk willen gaan presteren voor Spakenburg dit jaar. En dat merk je, dat voel je en dat zie je in de groep. Je zei het al, formatie, systeem. Wat is jouw visie daarop voor het komende seizoen? Ja, we zijn in de voorbereiding, dus we zijn nog steeds aan het kijken, aan het zoeken. En natuurlijk hebben wij als staf een bepaald idee ergens over. En daar proberen we naartoe te werken. En net wat ik zeg, we zijn 2 weken onderweg en we hebben nog een aantal weken te gaan. En mijn eerste dag heb ik tegen die gasten gezegd, we gaan werken naar ADO 20. Want dat is de eerste echte wedstrijd waar het om gaat. Maar dat wil niet zeggen dat we niet willen winnen. Hè. We hebben er nu 3 gespeeld. We hebben 3 keer gewonnen. Dus dat is positief, dat is prima. En heel weinig weggegeven. 1 tegengoal, dat was onze eigen fout. Maar voor de rest daaromheen hebben we bijna geen schoten op de goal gehad. Dus dat zegt genoeg hoe sterk we zijn. Maar we kunnen nog veel en veel beter. En dat weten we. En daar gaan we maandag weer mee aan de slag. Jullie waren gisteren naar Amersfoort. Je zei het al, we hebben veel met elkaar gesproken. Was het ook gezellig? Ja, we hebben eerst hier gebarbecued op het complex. Daarna zijn we naar het hotel gegaan en hebben we gesproken. En natuurlijk is het gezellig. Maar het is vooral serieus hebben we daarover gesproken. En vanavond gaan we met z'n allen naar een restaurant en daarna gaan we met z'n allen een biertje drinken. En dat is goed voor het groepsproces. En iedereen is vrolijk, iedereen heeft er veel zin in. En morgen na het ontbijt gaan we weer lekker richting casa, richting huis. En dan heeft iedereen nog wat aan zijn zondag. Dus dat is belangrijk. Hè? We zien elkaar de eerste 2 weken hier bij de club, bij het voetbal, bij het trainen. En nu slapen een aantal jongens met elkaar op de kamer, met je kamergenoot. Dus je krijgt andere gesprekken. Je zit met heel de groep te ontbijten. Nou, dan ga je ook weer wennen aan elkaar. Dus dat is prima. En dat merk je ook aan de groep, dat ze dat prettig vinden. Mooi. Ik zou zeggen tot woensdag tegen de Dijk. Dankjewel.